Morgen. Ja, morgen. Ja. Ja, dat is een goede ontwikkeling, vinden wij. Met de verbinding van een aantal kleine partijen aan de linkerflank van het politiek spectrum. Waardoor je in ieder geval niet die versnippering in de raad hebt. Want we hebben natuurlijk in de raad van Medemblik veel te veel kleine partijen. En het is zaak dat, en we zien het natuurlijk ook landelijk, dat kleinere partijen op bepaalde flanken elkaar gaan vinden. Want zeker met morgen, met de samenwerking met PVF en met Progressief Wervershoofd, PW 2010. Ja, we staan niet zo ver van elkaar af qua wat betreft de idealen en de denkbeelden. Het is op detail een verschil en daar kom je best uit. En het is voor de Raad van Medemblik is het gewoon veel beter dat inderdaad al die kleine partijtjes elkaar gaan verbinden. En dat je komt tot een grote partij. En dan is morgen een goed voorbeeld van. Ja, en gaan jullie nou een lijstverbinding aan? Of wordt het echt een nieuwe lokale partij? Het wordt een nieuwe lokale partij. Waar die drie partijen onderhangen. En het wordt dus een nieuwe lijst met nieuwe mensen. En we zijn op dit moment druk bezig om te kijken wat voor verkiezingsprogramma moet er komen. Hoe gaat de lijst eruit zien? Dus morgen is denk ik een fris geluid voor niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. Ja, nou zijn jullie de voorloper. Want gisteren werd bekend, of afgelopen weekend, werd bekend dat Hart voor Medemblik en de BAM ook samen gaan. Nou ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Als partijen, als men een beetje in dezelfde richting zit van denken in het politiek spectrum en je kunt elkaar vinden, moet je het doen. Want als één pitter in de Raad van Medemblik, of in welke raad en of het nou landelijk is, ja, je bent er wel, maar je hebt in principe niet zoveel in de melk te brokkelen. Dus ik denk, zoek elkaar en vind elkaar.